En de jonge onderneming Puri Juice & More heeft teruggegeven aan de gemeenschap. Op moederdag heeft het bedrijf enkele moeders blij gemaakt. Melvin Clark, CEO van Puri Juice & More, zegt dat op deze speciale dag zij gekozen hebben voor moeders die het niet zo breed hebben. Middels hun donatie aan deze moeders willen ze gezond eten stimuleren, met name gedurende de COVID-19-pandemie. Wij brengen u een fragment van hoe het gisteren aan toe ging bij deze activiteit van Puri Juice & More. Vandaag willen wij deze moeder ook in de bloemetjes zetten vandaag, omdat ze het verdient. Ze heeft het een beetje moeilijk en we kijken terug naar deze mensen. De gemeenschap, onze klanten, geven aan ons en we hebben besloten om slechts ook een deel daarvan terug te geven aan de gemeenschap die het nodig heeft. Puri Juice & More, we staan bekend met onze Puri Juice concentraat. We hebben nu gaande onze testing thee. Daar zit hij ook in onze pakket hier zo, Pinaya Oroi. Je ziet hier onze concentraat. En ook bekend met onze fruitmandjes. In deze COVID-tijd is het belangrijk om gezond te eten. En daarmee willen we deze moeders ook eigenlijk op het hart drukken dat ze gezond moeten eten. Deze moeder krijgt van ons ook een envelopje dat haar goed zal doen. Alsjeblieft, van Puri Juice & More. U krijgt ook. Dank u wel. En alsjeblieft. Dank u wel. Ik wil Puri Juice en de... En uw team heel hartelijk danken dat u allen aan onze armen denken. Melvin Clark, CEO van Puri Juice & More, samen met een moeder die gisteren in de bloemen is gezet door deze onderneming. In het kader van Moederdag heeft het bedrijf een aantal moeders blij gemaakt. Okay.